We vinden het allemaal belangrijk dat kindermishandeling uitgebannen wordt. Maar het is geen eenvoudig probleem om op te lossen. Lenneke Aling deinst niet terug voor deze complexiteit en probeert het ontstaan en de gevolgen van kindermishandeling op allerlei vlakken te begrijpen. Als een van de weinigen doet ze experimenteel onderzoek naar de oorzaken van kindermishandeling. Ze combineert in haar werk kennis en methoden uit de pedagogische wetenschappen, neurobiologie, psychologie en rechtsgeleerdheid. En dat levert meerdere inzichten op. Ouders die kinderen hardhandig behandelen, blijken bijvoorbeeld een negatievere interpretatie te hebben van hun gedrag. Dat betekent dat ze het laten vallen van een beker drinken, bijvoorbeeld eerder interpreteren als stout of irritant. Lenneke Aling onderzoekt de rol van stress als mogelijke oorzaak bij zulke processen. Zo ontdekten ze dat ouders die zelf verwaarloosd zijn, vaak gestresster en dus negatiever op het gedrag van hun kind reageren. De adviescommissie werd gegrepen door het fundamentele onderzoek dat Lenneke Aling voor elkaar krijgt met een uiterst moeilijk bereikbare onderzoeksgroep. Dat brengt haar aan de internationale top van haar vakgebied en maakt haar een zeer terechte winnaar van een Amodo Science Award.